Het aantal klachten door het vlieglawaai van de vliegtuigen van het Schiphol zijn fors toegenomen. Hebben de Amstelveeners hier ook last van? Heb jij toevallig iets gemerkt van de grote groei op Schiphol ten opzichte van vorig jaar? Ja. Nee, niet echt. Nee, ik heb niet zo door gehad. Dit afgelopen jaar? Nee, eigenlijk niet. Nou, af en toe hoor je wel een paar vliegtuigen of juist heen vliegen. Ja, daar word je wakker van, maar voor de rest valt het best wel mee. Vooral in het weekend, 's morgens, vrachtvliegtuigen. Oké. Ja. En heb je daar wel eens last van? Op zich niet. Heel soms dat ik één keer per maand denk, hij komt dwars door het huis heen. Maar op zich valt het mee, ja. Ik ben er inmiddels aan gewend. Oh, je bent er echt gewend aan geworden? Ja, ik ben eraan gewend. Maar je moet het niet elke keer boven je hebben natuurlijk. En als ik fiets veel. En gebruik de auto ook eigenlijk toch een beetje principieel. Auto weinig. En dan kom ik uit Hoorn en dan zie ik die vliegtuigen laag overgaan. En het is heel fascinerend. Dat is toch, en in Alsmeer gaan ze nog lager. Je bent in een hele andere wereld. Hebben jullie toevallig thuis iets, zeg maar, wat het een beetje het geluid prevent? Dubbel glas, ja. Oh, isolering. Zoiets als bijvoorbeeld dubbel glas of dat soort dingen, zeg maar, om het geluid een beetje weg te houden? Niet dat ik weet, volgens mij niet. Het begint hier ook al aan te trekken, zou ik maar zeggen.